Het is zondag, de laatste video van mijn weekchallenge. Met allemaal leuke dingen, waaronder bijzondere vondsten in de kelder. Blijf kijken. Hallo allemaal, ik ben Natalie. Welkom bij mijn kanaal. En ja, je hoorde net al, er komen een paar spannende dingen voorbij. Want wat lag er toch allemaal in die kelder? Heel spannend. En nog veel meer dingen. En dit is de laatste video van mijn zelfbedachte weekchallenge. Ik wilde gewoon even kijken of dat allemaal ging de hele week. En nou, dit is de laatste video, dus mijn missie is wel geslaagd. Alleen op het laatst liep het allemaal een beetje de 100. Als jullie gisteren bij de livestream waren, dank jullie wel daarvoor. Het was echt super gezellig. Daar heb ik helemaal uitgelegd wat er allemaal misging. En als dan alles misloopt en alles loopt in het 100, dan komt de stress, hè? Want dan gaat het allemaal niet meer lukken. Dus daarom is het wat handiger als je wat meer tijd hebt voor een video. Die tijd die neem ik dan ook voor de video van aanstaande woensdag. Daar moet ik echt even een paar dagen flink mee bezig. En ik weet zeker dat het heel erg mooi gaat worden. Het wordt een bijzondere video weer bij de schildpaddenopvang. Dus vergeet dan ook niet te kijken. Woensdag om 4 uur. En dan is er zaterdag om 2 uur weer een nieuwe video. Dus in ieder geval niet meer de hele week. Dat was alleen deze week even voor de vakantie. Heb je dat nou nog niet gezien? Dan kun je dus nog alles eventjes terugkijken. En heb je de livestream niet gezien? Die laat ik ook altijd online staan. Dus die kun je ook nog even terugkijken. En heel erg bedankt daarvoor. Laten we maar gauw verder gaan met deze video. Dit is de laatste van deze week. Heel erg veel kijkplezier bij van alles en nog wat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Au. Hoeveel wind. Dank je. Zo. Lekker geslapen. Ja. Lekker geslapen. Is je lief? Goedemorgen. Als ze uitgaan, hè? Ja. Weer een nieuwe dag. Ik geef een update naar de video van gisteren. Kijk eens, hoe mooi helder. Heerlijk. Met deze wortel groeit er een haar uit zijn neus. Kijk. Je hebt een haar uit je neus. Je ziet deze slak. Dat zijn dan zeg maar zo'n soort tandjes. Dat heet een radula. Eigenlijk is het ja, eigenlijk een soort tong met een heleboel kleine tandjes eraan. En daarmee schraapt hij bijvoorbeeld alg en daarmee eet hij. Hij heeft natuurlijk geen handen, dus dat doet hij allemaal met dat ding. Toevallig was deze even het glas aan het schoonmaken. En kun je even zien hoe dat eruit ziet. Grappig, hè? Even een lampje bij jou, dan kun je het zien. Er zitten ook alweer springstaartjes in de bak, volgens mij. Ja. Nou, dat vindt ze wel lekker, de fruitkeukje. Zo, nou Tineke die heeft ook wel een bijzondere positie, zo bovenop de steen. Een fruitkuipje, daar zit nog een klein beetje in. Ja. Tineke, de reuzenmeloenpoot. Sorry, maar dit moet ik toch even laten zien. Ik kom eventjes een stukje meloen brengen. Kijk dit dan zitten. Het is jammer dat ik er niet helemaal scherp krijg. Oh, Dave. Thank you.
Goedemorgen allemaal. 6 uur. Ik moet een beetje vroeg uit, want ik moet straks naar Nijverdal. Gaan we naar mijn moeder toe. Dan ga ik eerst Stan ophalen en dan gaan we naar mijn moeder. Oké, ik scheur uit mijn broek. Damn, ik word te dik. Ik ben hier met Stan. We gaan onderweg even naar mijn moeder. Ze zijn we al een hele tijd niet geweest. Dan gaan we eventjes helpen met de kelder uitruimen. Want dat kan ze niet meer. Dus dan gaan we dat even met z'n tweeën doen. Dus ik ben benieuwd wat voor spullen we allemaal tegengekomen. Misschien wel weer iets heel creepies. De woord dat ik een video heb gemaakt, toen gingen we op zolder. Er waren allemaal geheime leuken. Dus wie weet, misschien is er nog wel een geheim leuk in de kelder. Of een lijk of zo. Het is wel mooi idee. Ik stoot aan mijn hoofd, daar kijk tegen die lamp. Dus ik heb nu een enorme bult op mijn hoofd. Maar dit is in ieder geval nu leeg. En we gaan het even allemaal uitzoeken en dan kijken wat er weer terug kan. En wat er naar de kringloop kan bijvoorbeeld. En ja, kruipt u even mee. Ja, hi. Het past niet met z'n tweeën hier hoor. Nee, maar. Nou, ik heb er gekeken en er lag geen lijk in ieder geval. Dus meneer, ik had niet de meteropnemer vermoord of zo niet neergelegd. Anders had het wel geroken ook, denk ik. Wat is er? Alles is dicht, er kan niks in. Alleen schimmel. Ja, maar ook geen lijk hadden we toch? Oh nee, maar ik heb niemand vermoord. Nee, je hebt niemand vermoord. Nou, je lacht er wel bij, ik weet het niet hoor. Maar... Ja, je zit in de tuin, maar moet je... In de tuin? Nou, het staat nu online, dus allemaal even graven hier in de tuin. Maar kijk eens even, ik heb hier wat moois voor jou. Kun je alles in, dan moet je mee. Als die schilderij heel rap erin passen. Nou. Ja, die kunnen we in een zak doen. Wij hebben zelf ook al heel veel troep thuis, maar we krijgen nog heel veel weer mee in huis. Ja. Maar deze is wel heel mooi. Moet je eens even kijken. Wat toch even laten zien? Ja. Want van mijn moeder is dat natuurlijk allemaal, die kent dat natuurlijk al heel lang. Maar dit is gewoon echt al een hele oude, hè, oude bloemenvaas. Niet laten vallen, Nathalie. Nee, zet hem maar gelijk. En deze. Echt hele leuke dingen. Nou is dat vintage, hè? Dan gaan mensen daar naar op zoek. En deze bijvoorbeeld. Dat zijn die roosjes erop. Leuk, hè? Dus dat zijn leuke dingetjes. En die worden nog steeds gebruikt. Maar deze vind ik heel mooi. Even dit plankje opruimen. Kijk eens wat ik hier heb. Voormoeder van Formido. Nou, wat lief van Formido. Krijg je zomaar een kaarsje van Moederdag. Ja. Spinnenweb. Nou, hier zijn er allemaal kaarsen in ieder geval. De kaars van Formido, die doen we hier, want het is wel heel belangrijk. Zo. Ja, die ja. Nog een paar kaarsen. Even wachten, dan moet ik eerst deze erin. Ik heb hier nog een telefoonkabel. Ja, dat kan best wel. Hey, als je die daar neerzet, die plank. Wat is dit? Wat is dit? Pannetjes. Nou, dat ziet er ook lekker... Ja, nou... Daar ga je toch ook niet meer op bakken? Dit stond er ook nog. Gadverdari. Wat? Weet waar de corona vandaan is gekomen. Kijk daar, een vleermuis. Kameraden, je hebt een coronabier. Vleermuis. Oh. Vleermuizen. Ja. Je moet hier een helm op hebben. Echt levensgevaarlijk hier. Bukken! Dat was echt heel slecht. Het tikt. Voor de rest weet ik het ook niet. Kijk, en het draait. Dit is zo interessant. Wat gebeurt er? Oké, als iemand weet wat dit is, dan mag je het zeggen. Kijk, het draait. Kijk. Wil jij je vingertje daarin steken? Wil jij een koffer? Ja hoor. Wil jij onderkoffer? Dus is dat nou mooi. Wie wil er een koperitiet van mij? Even de zon zetten en dan met het bloesje. Zet hem maar in de zon, dan kan die drogen. Ja, dan krijgen we hem niet meer goed. Wat
heb je gedaan? Ja, yeah, I don't know. Oh, ja, dat was hem. Oké, okay, wat dit is. I don't know. Leuk! Hij is nou natuurlijk een beetje. Als hij voet laten drogen met een borstels eraf. Dit is een generatiespelletje. Doe alsof je de horen opneemt van de telefoon. De telefoon ga je nu beantwoorden. Met je hand. Hallo. Yo. Kijk, de meeste van mijn generatie en ja? van jouw generatie, die neemt, zeg maar, bel eens en dan doe je zo. Oh. Maar zijn generatie kent dat niet, want die hebben allemaal een smartphone, dus die doen zo. Oh. Of zo. Nou ja, ik ken het wel. Ik ken het wel. Maar ik bedoel, ik ben het wel gewend in het begin. Maar nu dat ik ouder ben, is het letterlijk gewoon, ik doe gewoon, hoi. Ja. Hallo. Dat is altijd leuk bij oma's, hè. Dan hebben ze nog zo'n speelgoedbox. En weet je wie ik gevonden heb? Wil Snitje. Oh. Wie is dat? En dit, kijk, dit is, nou ja. Nou, die dan. Dat is een hele mooie pop. Ja, de armen liggen hier. Ja, één maar, hè. Kijk, ook nog een kip. Nog een koe en een kip. Nou. Hartstikke leuk. Deze maar hebben ze een luik gemaakt voor de veiligheid. Als je al op zolder dan moet je dat luik dicht doen. Maar ja, dan kan je nu aan het hals vast. Weet je hoe eng of dit is? Hoe eng of het is? Nou, nu maar weer wachten op de trein terug. En Nijverdal. Dit nemen we mee terug. En nog een paar spullen in de tas. Ja, dus dat is wel een mooie koffer. Een hele grote. Nou, even wachten tot de trein komt. Heel interessant ook. Lekker beslag gemaakt, want ik had deze gekregen, weet je nog, van Ramona en Mandy. Dus die moet hierin en dan moet het 3 kwartier in de oven. En dan hebben we vegan brownie. Lekker vanavond bij de koffie. Voor degenen die het gemist hebben, zal ik het nog één keer laten zien. No spon, ik word hier niet voor betaald. Maar ik wil gewoon even laten zien hoe je bij kunt dragen en wat het gezondst is voor je cavia's of andere dieren waarbij je kleedjes uit moet wassen. Misschien dekentjes in de kattenmand of in de hondenbench of weet ik veel, bij de muizen, de hangmatjes of in mijn geval alle cavia kleedjes. Ik heb dus, ze noemen dat soap nuts, wasnoten. Dat zijn deze dingen. Dat is gewoon een natuurlijk product.
Als dit in aanraking komt met water, komt er een soort zeep vrij. En daar kun je dus een paar keer mee wassen. Wat ik dus doe, ik doe 3 van die dingetjes in de zakjes die erbij zitten. Die krijg je er gratis bij. Doe je 3 nootjes hierin. En dan kun je dan gewoon 3 keer mee wassen. En daarna doe je weer nieuwe. Dat doe ik in ieder geval. Ik doe er altijd 3 in. Dus ja, je kunt met dit zakje, dat is een klein zakje van 300 gram, kun je 100 wassen doen. Ik heb ook een grotere gehad. Dat is deze. Dit is een kilo. Zie, dat scheelt nogal. Dat is een kilo en daar kun je 330 wassen mee doen. Het is dus vegan en biologisch afbreekbaar. Dus daar was ik mijn cavia kleedjes mee. En als je dan nog wil dat het een beetje zacht is, kun je nog in het pasverzachte bakje een beetje azijn doen. En dat ruik je echt niet. Gewoon natuurazijn. Dat ruik je niet. Dus, en dit, hier zit een beetje een shapey geur aan. Maar geen sterke parfumlucht, want dat vinden cavia's niet fijn. Nou, ik wilde dit nog even laten zien, want ik was met de cavia was bezig. En ik dacht, misschien vinden jullie het interessant. Dit is hoe de noten eruit zien. Plakt een beetje. Ja, natuurproduct. Handig, hè? Alleen een probleem. Ik moet heel nodig plassen nu. En we moeten nog naar huis. Nou ja, het is mooi weer. Wat zeggen ze in Nederland altijd, hè? Als je niet meer weet waar je het over moet hebben, dan praten Nederlanders over het weer. Lekker weertje, hè? Ja. Nou, het was vanmorgen zo warm. Ja. Staar jij nu? Ik heb nu een standbeeld. Oh. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen allemaal. Ik ga zo eventjes naar mijn dochter toe. Die is teruggekomen van vakantie. En ik ga even gauw ontbijten. En dan ga ik daar zo naartoe. Ik moet voor die tijd moet ik nog even wat regelen met de trein. Met de NS. Dus daar moet ik ook nog even langs. En dan moet ik eventjes dat allemaal omzetten en zo. Als ik dat heb gedaan, dan ga ik door naar mijn dochter toe. Even een bakje koffie drinken. En ze had nog een cadeautje voor mij, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dat ga ik zo eerst even doen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik krijg. Dat laat ik jullie natuurlijk zien als ik weer terug ben. Kijk eens even, ik heb besjes. Ha. Jee, het is de eerste keer dat het aangroeit. Kijk. Oh, hier hangt ook een trosje. Het is niet heel veel, maar... vers uit eigen tuin. Ja, dit is mijn oogst. Toch leuk. Ja, kijk dan hoe lekker. Dan heb ik toch weer een gezond yoghurtje met pesjes uit eigen tuin. Hoe leuk is dat? Zo leuk als je dingen uit je eigen tuin kan halen. Zo, ik ben weer terug van mijn dochter. En ik heb dit gekregen. Helemaal uit Italië. Dit is gewoon vlinderpasta in allemaal verschillende kleuren. Ik ga dat gewoon vanavond eten. Laten we dat gewoon meteen doen. Vanavond eten ga ik dat klaarmaken. Dus dan zien jullie straks hoe leuk of dat is. Het lijkt me echt zo leuk om op het bord te leggen. Oh, er loopt een vlieg precies op de lens. Ik denk, wat zit daar nou in beeld? Maarten, die loopt hier niet eens. Maar het lijkt me gewoon hartstikke leuk om dit op het bord te leggen. Gewoon helemaal klaar te maken met het sausje erbij en zo. Ik kreeg er nog iets bij en dat is gekleurde peper. Het is gewoon ook heel leuk hoe dat dan allemaal heet ook. Dus ja, deze 2 dingen helemaal uit Italië. En die ga ik gebruiken voor het eten vanavond. En dat zien jullie zo meteen weer.
Zin in. Oeh, en dat wordt zo lekker. Het ziet er ook echt heel erg gezellig uit. Kijk dan. Deze die wordt roze. Lekker hoor. Heerlijk. Oh, ik kom er net achter dat die zwarte pasta, ik heb het even opgezocht en ik wilde weten wat het was. Die zwarte pasta, dat is gemaakt met inkt van de inktvis. En dat ga ik dus niet opeten. Die zwarte ga ik eruit halen. Zo, lekker sausje erdoor met kappertjes en oregano. Alle gloria militar. Ja, en dit was alweer de laatste video van deze week challenge. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dat jullie het leuk vonden, alle video's. Ik heb er in ieder geval heel erg veel plezier aan gehad. Er komt woensdag weer een video en zaterdag. En ja, ik kan alleen nog maar zeggen van bedankt voor het kijken allemaal deze hele week. Diehards, dank jullie wel. En ik zie jullie dan graag weer terug woensdag bij een hele bijzondere video. Kom vooral kijken. En vergeet niet te delen ook. Vond je dit leuk? Vergeet ook even niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Daar help je mij in de dieren mee. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!